you're surrounded and protected by love. Okay, goed, ik ga jou ook niet, maar het is wel leuk om te kamperen met Nana. Oh, kon je me ook nog knuffelen? Ga je mama ook missen? Oh, die gaat nog een kus pakken. To your life. Zo, dit was de eerste dag voor Luc en mij zonder kids. Want die zijn gisteren opgehaald om te gaan kamperen met mama en mijn oma. We hebben vandaag lekker de hele dag gechilled. En nu ga ik even langs, want ik mis ze nu alweer. Toetje. Ik ga even kijken hoe ze daar hebben op de camping. Kom hier! Kom hier! Oh, hallo! Papa. Kijk, ga. Nana's auto daar, hè? Ben je lekker aan het kamperen? Waar heb je geslapen dan? Mag ik je tent zien? Ja. Zullen we kijken naar je tent? Ja. Oké. Okay. Wat heb jij een coole tent? Ja. Ja. Kijken. Speciaal voor mij. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Eet smakelijk, Wolf. Tot morgen. Echt leuk. Mm-hmm. Hè? Jij hebt er heel veel zin in, Nico. Het schijnt dat we vandaag heel veel zin hebben. Nee, het schijnt dat we vandaag heel veel ruzie hebben al de hele dag. Ruzie. En nu hebben we ook nog eens een keer een date. Wat is ruzie? Doe me een keer een voorbeeld, wat is ruzie? Wat is ruzie? Ja. Wat vind jij ruzie? Ik vind dat we heel veel ruzie hebben gehad vandaag. Wat vind je? En ik vind het nu nog erger dat jij niet eens door hebt dat het ruzie is. Ik zit gewoon lekker ruzie te maken met mezelf, dus het maakt het alleen maar erger. Dat vind ik. De kinderen zijn nog steeds kamperen. Zijn bijna terug, over 2 dagen. Dus we hebben vandaag een date, dat leek ons leuk 3 dagen geleden. Daar denken jullie wat anders over. Nee, ik vind het echt leuk. Ik vind het niet echt leuk. Wel, dat is nooit echt. Het enige wat ik echt leuk vind is dat vandaag... Je bent gewoon een beetje geïrriteerd. Aan jou! Ik ben geïrriteerd aan jou! Daar ben ik geïrriteerd om. Straks zie je waarschijnlijk hele andere dingen, want ze is nu gewoon helemaal een beetje humeurig. Ze heeft ook... Ah, je man, man! Ze heeft ook nog niet gegeten, dus ja... Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus we gaan zo even eerst wat eten in ons veen. Want ze wil daar een taartje eten. Nou, oké. Okay. Prima, gaan we doen. We rijden van Amstelveen naar Utrecht. Dan gaan we lekker gekke dingetjes doen. We gaan dus naar een gamehall. We hebben geen kinderen, maar we gaan dus nog naar een gamehall. Dat is nee, dat is gewoon grappig. Tekenen. Anders ga je altijd weer standaard dingen doen. Het is vandaag mijn eerste cheat day. Ik ben namelijk al een week gezond aan het eten en aan het sporten. Dus ik wil even dat je zegt dat je trots op me bent. Super trots. Want ik werd doodzagrijnig van mezelf in al die jurken. Dus ik ga nu eerst een beetje opletten met wat ik eet en sporten. Zodat ik me weer wat chiller in mijn vel voel voordat ik weer opnieuw een jurk ga passen. Dus later meer als ik heb gegeten en waarschijnlijk niet meer zo humeurig ben. Ja? Ja, dit is ook Jip. Oké, daar ben ik helemaal klaar mee. Dag. Ik heb ondertussen gegeten, ik heb een monsoon taartje weer gegeten, dat vond jij. En Luc heeft voor het eerst gegeten. Lekker. Als je niet enthousiast doet, jij mocht mijn kant, wat vond je van een monsoon taartje? Yay! Dus normaal, lekker was die. Ja, hè? Oh, je gaat net door. Nee, was goed. Dus nu gaat de date verder. Nu gaan we elkaar afmaken in de game. Nee, we gaan samenwerken. Hier waren we. Hoe lang geleden? 4 jaar geleden. Was ik zwanger. En toen had Jip zich meerderjarig moeten laten verklaren. Omdat ze anders geen gezag had. Over Liv. Over Liv. En ik wilde wel gezag. En ja, precies. Anders mocht ze niet bijvoorbeeld alleen met Liv weg. Omdat ik 7 en dan zou ik mijn gezag krijgen als ik 18 kan worden. En toen heb ik me weer een jaar gevraagd. Want daardoor was het moment dat ik ging bevallen van Liv, want ik werd na 4 maanden werd ik 18.
Maar ik wilde al die 4 maanden wilde ik gewoon meteen het gezag hebben en niet dat mijn moeder het gezag zou geven. Samen met mij? Samen met jou, ja. Jij, maar jij was al 18, want jij was 19. Ja. Dus jij kreeg sowieso het gezag. Dus daar maar, grappig. Ik zei niet dat dat hier was. Dat is heel toevallig, ja. Oké. Hopelijk komen we hier nog als vrienden. Oh, maar misschien kunnen we gewoon nog vrienden zijn hierna, omdat we gewoon geen relatie meer hebben. Ja, laten we even een contract opstellen eerst. Ja. We gaan erin als verloofde. Nee, we gaan samenwerken, want we moeten samen die punten halen. Maar de spellen die zijn wel. Die moeten we wel tegen elkaar misschien doen. Oké, nou ja. En dan ga ik gewoon wel. Ik ga jou laten winnen. Ook hard op hard. Nee, dat mag mij niet laten winnen. Dat is nog erger misschien. Dat is nog erger, ja. Oké, eerst gewoon een Luke bij te blijven, want jij bent de verliezer. Oké. Ik was dus hier bijna tegen de klas aangelopen. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Oké, daar gaat ze, Snake. Het was heel erg leuk. We zijn nog steeds verloofd, dus dat is ook goed. Ja, we hebben samengewerkt. Ja. Logisch. Ik mocht ook heel lief zijn ticket op mijn pas doen. Siewert hem had 78 punten en ik had 993 punten. Logisch. Zo werkt dat. Oké, nou jongens. Wij gaan lekker terug naar de auto. Misschien nog even samen eten of zo. Zondag. Yes. Nou. Doei.